29 jachtopzieners van de dienst Landsbosbeheer LBB zijn deze week vaardigheden bijgebracht die zij zullen moeten overbrengen op hun collega's. De afsluiting van de vijfdaagse training Combating Wildlife Trafficking vond vanmorgen plaats. Volgens de trainers van de US Fish and Wildlife Service uit de Verenigde Staten moet er een halt toegeroepen worden aan illegale criminele netwerken die profiteren van de Surinaamse flora en fauna. De jachtopzieners zijn volgens waarnemend onderdirecteur Bosbeheer Lavanda Kudemusu nu in staat beter bij te dragen aan bestrijding van de handel in wilde dieren. De jachtopzieners zijn getraind zijn. Er is meer kennis en vaardigheden bijgebracht die ze dus heel goed in de praktijk kunnen toepassen. En wat hebben de jachtopzieners onder andere geleerd de afgelopen tijd? Het gaat om de nodige tools, kennis en vaardigheden die ze dus nodig hebben. U moet begrijpen dat jachtopzieners in de frontlinie zijn en dat het heel, heel erg belangrijk is dat ze de nodige tools hebben om dus hun werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren. Dus dat is alles wat ze hebben bijgebracht, wat hun is bijgebracht. De jachtopzieners zijn niet in het veld geweest bij deze training. Ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname Robert Foucher stelt in genomen te zijn met de samenwerking met Suriname om de illegale handel tegen te gaan. Met deze training kunnen de game wardens hier beter werken tegen de illegale handel in dieren. Deze groep heeft veel kennis opgebouwd in hun tijd als deskundigen van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service. Zij beleven erkende experts op het gebied van wetshandhaving. En nu is deze kennis doorgegeven aan de nieuwe Surinaamse trainers. Het is een waar genoegen van de Amerikaanse overheid om dit te kunnen doen in samenwerking. In samenwerking met de Surinaamse overheid. Dit is een onderdeel van onze voortdurend inzet van capaciteitsopgebouw op het gebied van veiligheid en wetshandhaving. De ambassadeur zegt dat er ook wordt gewerkt aan het veiliger maken van de havens van beide landen om de illegale handel in flora en fauna effectiever tegen te gaan.